En dat moet heel duidelijk zijn dat grensoverschrijdend gedrag nooit kan. Niet door uw buurjongen, niet door een prof. En daarvoor is er dringend een mentaliteitswijziging nodig en dringend een campagne van ook de Vlaamse overheid om duidelijk te maken dat er meldpunten bestaan, zowel op de universiteit, die moeten versterkt worden, als bij de Genderkamer van de Vlaamse gemeenschap. Nathalie, een studente, vertelt mij dat een prof zijn hand op haar schoot legt terwijl hij zegt dat hij haar goed zal quoteren, haar werk. Nathalie vertelt mij dat een prof tijdens het examen recht naar haar décolleté kijkt, haar daarvoor feliciteert. Een prof die nota bene nadien moet zorgen voor de publicatie van haar onderzoek. Een hogeschool, een universiteit, dat is een plaats waar mensen bepalen of je zult slagen. Dat maakt je toekomst of dat kraakt je toekomst. Daar zijn machtsverhoudingen. En machtsverhoudingen die blijkbaar ook heel vaak misbruikt worden. Met een heel groot probleem van grensoverschrijdend gedrag. Van de afgelopen dagen komt de ene naar de andere getuigenis binnen. Maar heel veel studenten vertellen mij, ja, ik wist zelfs niet dat er een meldpunt bestond. En als studenten weten dat er een meldpunt bestaat, zijn er heel veel die geen klacht indienen. Ze denken, ja, het zal aan mij gelegen hebben of dat is iets waar ik moet mee leren omgaan. En dan zien we als studenten effectief klacht en melding neerleggen, dat er dan vervolgens ook niet adequaat op gereageerd wordt. De klachten worden niet serieus genomen of worden gewoon onder de mat geveegd omdat een prof of een faculteit beschermd moet worden. Beste minister, dat gaat niet zomaar om enkele klachten die slecht zijn aangepakt. Het gaat om een structureel probleem en er is vandaag een momentum. Een momentum om die problemen effectief aan te pakken. Een momentum om vandaag inspanningen te doen, om vandaag maatregelen te nemen om te zorgen dat de hogeschool of de universiteit een veilige plaats wordt waar grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik effectief en tijdig aangepakt wordt.